Hi, mijn naam is Linti en welkom in mijn atelier. Een van de moeilijkste dingen als je begint met schilderen is het vinden van de goede kleur. In deze video geef ik je twee manieren die je kunnen helpen hiermee. De eerste manier is degene die ik zelf het liefst gebruik. Kijk, ik wil graag deze wolf tekenen, alleen deze en zonder achtergrond. Ik probeer dan heel goed te kijken naar de foto en pak gewoon alle kleuren bij elkaar waarvan ik denk dat ik ze nodig heb. En dan neem ik een wit stuk papier en probeer iedere kleur uit. Zo kan ik kijken hoe deze kleur er in het echt uitziet en of ik dan nog steeds denk dat ik hem nodig heb. Zo krijg ik een aantal kleuren waar ik mee kan starten. En natuurlijk ontdek je tijdens het tekenen altijd dat je nog een bepaalde tint mist, maar die is dan ook zo gevonden. Want ook dan kan je weer dat kladblaadje gebruiken om te kijken of de kleur goed is. Deze manier is wel in het begin wat lastig en je moet goed oefenen om meer inzicht te krijgen in de opbouw van de kleur. Maar een kladblaadje erbij houden terwijl je werkt, is echt heel handig om verschillende tinten uit te proberen. De tweede manier is vooral heel fijn als je net begint of als je moeite hebt met de kleur te zien los van de omgeving. Want het is soms erg lastig om te zien wat nou de kleur echt is omdat de omgeving van de kleur een rol speelt. Een goed voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de kleur wit. In dit plaatje zit op verschillende plekken een lichte kleur, en dat lijkt behoorlijk wit. Maar als je echt kijkt welke kleur het is, zie je in plaats van wit een scala aan grijze en beige tinten. Deze tweede manier om je kleur te vinden is hier heel handig voor. Je hebt een programma nodig zoals Photoshop. Als je dat niet hebt. Kan ik Gimp van harte aanbevelen hiervoor. Dat is ook een gratis fotobewerkingsprogramma. Maar er zijn er nog veel meer, dus Google gewoon even voor eentje die voor jou werkt. Ik gebruik voor deze video uh, het gewone Paint-programma, maar dit is niet echt ideaal. Maar het kan wel, dus kijk maar even. Wat je doet, is je opent de afbeelding in het programma en dan verklein je de afbeelding zodat er een witte rand rondom ontstaat. Klik dan op het pipet-icoontje bovenaan en dan zoek je in je plaatje een plek uit waarvan je de kleur wil overnemen. Klik dan op die plek. Dan klik je op een penseel en je kleurt een vlakje op het witte gedeelte naast je foto. En dat gaat dus in Photoshop of GIMP veel gemakkelijker. Een kleine truc in paint is om eerst een aantal cirkels te maken met je cirkeltool en dan in plaats van het penseeltje het emmericoontje te gebruiken om het vlakje in te kleuren. Als je zo wat kleuren gevonden hebt, dan print je het hele vel uit. Dan heb je dus een foto met daarnaast een strookje met allemaal kleuren die echt in je foto zitten. Dan kan je naast dat vlakje de juiste kleur proberen te mengen en dan heb je de perfecte match. Natuurlijk zijn er nog wel wat methodes om de kleur te vinden die je zoekt. Maar deze twee vind ik zelf echt het handigste. En zoals bij alles geldt ook hier: hoe meer dat je oefent, hoe beter dat het gaat. Je krijgt namelijk door veel te oefenen een goede kijk op de kleuren en kan veel sneller inschatten wat je nodig hebt. Ik hoop dat deze video je wat op weg kan helpen. Ik wens je heel veel plezier met tekenen. Bedankt voor het kijken. En ik zie je graag in de volgende video. Bye bye!